In de conferentiezaal van de KKF was het vanmorgen een drukte van je welste. Veel jongeren hadden zich opgegeven om mee te doen aan de Fire Preparedness and Response Workshop, georganiseerd door Moreno Jackson. Jackson heeft aan het begin van dit jaar via de Amerikaanse ambassade meegedaan aan een Disaster Prepared Seminar op Trinidad. Verhalen van de verschillende fellows, zoals ik ze noem, die hebben me zo geraakt. En ik heb gezegd, ik wil dat dit niet met de gemeenschap gebeurt waar ik vandaan kom. En toen heb ik dus de grant geschreven voor Fire Preparedness and Response. Hoe kunnen wij als Surinamers goed voorbereid zijn? Dat is altijd natuurlijk de eerste stap. Hoe ben je heel goed voorbereid? Maar nog meer, als het kwaad al is geschiet, hoe reageer ik daarop? Hoe kan ik ervoor zorg dragen dat mijn familie, de mensen van wie ik hou, materiaal is niet zo belangrijk op dat moment, maar hoe kunnen de mensen van wie ik hou op dat moment wel bevrijd worden? Er is nog onlangs een geval geweest waar er een huis in brand is geweest en zo'n kleine jongen ging schuilen in de kast. En ja, vandaag is hij er niet meer, omdat zijn familie dus niet voorbereid was daarop. En dat zijn echt de dingen die hebben geraakt en hebben gezegd van, laten we ieder die voorbereid is, is een leven dat bespaard kan worden. Maar vandaag is het de bedoeling dat u alle hier bent, ook als ambassadeurs. Daarom hebben we getracht om zoveel mogelijk mensen uit te nodigen, een goede spreiding te hebben qua leeftijd, organisaties, bedrijven. Dat u hier zit namens uw buurt, uw organisatie, uw bedrijf. En alles dat u vandaag meekrijgt, ook daadwerkelijk terug zal geven aan de mensen dichtbij u die indirect of direct wel beïnvloedt. Het team van Jackson bestaat uit een aantal actieve Surinamers die niet op de overheid wacht, maar zelf initiatieven onderneemt. Samen met het Korps Brandweer en het Nationaal Coördinatiecentrum voor Rampenbeheersing, NCCR, hebben ze deze safety workshop georganiseerd. Ulrich Coats, hoofd van de brandweervoorlichting, deelt enkele belangrijke tips met de aanwezigen. Rook heeft de neiging steeds opwaarts te stijgen. Dus dat naar karakter. Dat is zijn aard. Op een gegeven moment gaat deze rook het plafond bereiken. En dan gaat het stuiten en dan gaat het weer naar beneden toe drukken. Ja, en de eerste spreker heeft het aangehaald dat je daar het meest nog in te ademen lucht hebt. Dus je gaat dan zo laag mogelijk bij de grond nogmaals naar buiten moeten gaan. Maar als gangpaden, deuren enzovoort open zijn, gaat die rook zich ook tussen die openingen willen verspreiden vanwege zijn aard. Ja? Daarom zeggen wij deuren, ramen achter je sluiten. U ziet hier de brandhaard en hier is een slaapkamer waar mensen zich begeven zonder een rookmelder in dit geval. Oké, dus u begrijpt, als er geen rookmelder hier is, zijn deze mensen als het ware theoretisch ten dode opgeschreven. En die mevrouw zegt, ze gaat hoesten vanwege de irritatie van die rook. Maar daar komen we straks op terug. Dat was Ulrich Coats, hoofd van de brandweervoorlichting van morgen bij de Fire Preparedness and Response Workshop in de KKF-hal.